uurtarief vaststellen, briefings opstellen, de belastingaangifte. Creatieve freelancers hebben veel om over na te denken. In deze podcastreeks gaan we in op verschillende onderwerpen en spreken we met ervaren freelancers Duta, Hendrik en Rosalie. In het laatste deel hebben we het over zaken rondom de Belastingdienst, maar ook over het hebben van een zakelijke rekening en of telefoon. Dan gaan we eventjes naar toch centjes weer terug. Maar nu centjes die de overheid graag wil zien, namelijk de Belastingdienst. Ja. Laten we eerst eventjes beginnen met de kleine ondernemersregeling. Ik heb de kleine ondernemersregeling aanstaan omdat ik dus heel weinig omzet maak in een jaar. Ik doe dat erbij. Hebben jullie de kleine ondernemersregeling aanstaan? Nee, dat red ik niet meer. Ja, kunnen jullie wel. Kan je het uitleggen wat het is? Beter dan dat ik het misschien kan. De kleine ondernemersregeling is volgens mij, even uit mijn hoofd, voor ondernemers die minder dan 20.000 euro per jaar verdienen. En dan heb je belastingvrijstelling. Ja, dus je kan 0% btw op je facturen als je dus... Klopt. Ja. En dat houdt ook in dat je dus geen btw-aangifte hoeft te doen, alleen gewoon je eigen belastinginkomen hoeft aan te geven. Ja. En dus je rekent dus ook geen belasting. Ja. Ja. Jullie hebben hem dus niet aanstaan, dus jullie doen belastingaangifte. Hoe werkt dat? Houden jullie dat zelf bij? Ja, ik heb een boekhoudprogramma. Een boekhoudprogramma? Moneybird. Ja. Moneybird, oké. En daar kun je gewoon je btw elke maand elektronisch aangifte doen. Dus druk gewoon op een knopje en dan gebeurt het. Dat werkt voor jou fijn. Helemaal goed. Ja. Helemaal fijn. Ja, elke keer als ik dat hoor, denk ik, oh, ik moet het ook echt zelf gaan leren. Ik heb een boekhouder. Dat kan natuurlijk ook. Ook al sinds het tweede jaar, omdat ik gewoon de eerste keer dat ik aangifte deed, heb ik dat helemaal verpest. En toen kreeg ik een brief op de deurmat van, dan krijg je een brief dat je 5.000 euro moet betalen. Het valt mee, dat is een waarschuwing. Je hebt gewoon een lieve boete. 5.000 euro een lieve boete? Nee, dat was dus niet de boete. Dat zou het echte bedrag zijn. Okay. Maar als je dat niet op tijd betaalt, dan zou je dus 5.000. Maar goed, ik was in paniek. Dus toen heb ik een boekhouder genomen. En dat heb ik nog steeds. En enerzijds is dat super fijn. Ik heb wel ook een boekhoudingsprogramma. GetGecko heet dat bij mij. Net zoiets als Moneybird. Dus ik hou wel zelf al mijn bonnen en mijn dingen bij. Maar mijn boekhouder, die doet mijn aangifte. En af en toe als ik een vraag heb, dan stel ik dat aan hem. Maar inderdaad, als je een beetje met getallen om kan gaan, kun je volgens mij ook het prima zelf doen wat Hendrik doet. En dat scheelt je wel geld. Ja, want dat vroeg ik me af. Is een boekhouder niet hartstikke duur? Of betaalt hij zichzelf misschien terug? Ja, ik heb bijna al heel lang. Dus ik betaal echt weinig. Volgens mij betaal ik 140 euro per kwartaal. Dus dat is dat weinig? Even. Ja, Miro is er. Ja. Dat is echt weinig. Maar volgens mij omdat ik dus al heel lang bij hem zit. En hij vindt mij wel gewoon gezellig. Ja, het is gewoon je oom of zo. Die, ik weet niet. Via Facebook. Ja. En verder hou ik mijn mond. Hey, maar dan weet jij natuurlijk ook wel de goede tips ondertussen. Want een boekhouder weet natuurlijk veel beter misschien dan een online programma wat je wel en niet natuurlijk ook kan aftrekken bij de Belastingdienst. Nou ja, ik kijk nu wel per maand. De ene maand verdien je meer dan de andere maand. Ben ik toch ook wel aan het kijken van hoeveel heb ik verdiend? Moet ik misschien niet wat kopen? En bewaar ik niet een factuurtje voor het kwartaal daarnaast? De reden waarom je dat doet natuurlijk is omdat je dus ook bijvoorbeeld een laptop of apparatuur, want daar had je het net over. Daar kan je ook weer de belasting van terugkrijgen, ja, toch? Ja, met alles wat je verdient krijg je natuurlijk 21% btw erbij. Maar aan het eind van de rit moet je dat weer afstaan. Goed, als je heel veel hebt gekocht, dus elke keer 21% btw betaald, dan raakt dat in balans. Ja. Wil je dat ik dit verder uitleg? Willen we dat? Doet hij dit verder uitleg? Volgens mij weten we het allemaal. Nee, oké. Iedereen weet het wel, joh. Maar goed, dus het is wel slim om daar rekening mee te houden. Het probleem is wel dat ik aan het eind van de maand steeds denk, ik moet dingen gaan kopen. En dat is ook niet goed voor de portemonnee. Dus, Nee, dat kan ik me voorstellen. Laatste vraag hierover. Hebben jullie ook een zakelijke bankrekening? Ja. Ja? Ja, want sommige bedrijven accepteren dat niet. Als je geen zakelijke rekening hebt. Oh, is dat zo? Ja? Oh, ja. Oké. Okay. Ja, ik heb een extra rekening naast mijn rekening. Dat is volgens mij mijn zakelijke rekening. Ik heb het niet zo aangevraagd. Bij Rabobank kun je dat in de app zelf gewoon regelen, volgens mij. Dus. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, ik heb het ook wel, maar gewoon om het goed gescheiden te houden. Ja. Dat je weet van, dit zijn al mijn freelance inkomsten. En dat als dat gaat verwelken met mijn lopende rekening, dat is heel onhandig. Met alle tikkies en dingen wat er ook tussen staat. Ja, alle borrels. Ja, dat wordt heel onhandig. Ja. Ja. Heb je ook een zakelijke telefoon? Nee, eigenlijk niet. Nee? Jij ja, had ik moeten doen, maar dat is te laat. Had je moeten doen, want? Nou, het is, nou ja, want alle privéberichten en zakelijke berichten gaan door elkaar. Ja, maar net zoals je zakelijke rekening misschien. Precies, met je, maar nu heeft iedereen mijn privételefoonnummer. Dus dan
vind ik het moeilijker overstappen. Ja. Ja, het is natuurlijk wel een investering ook. Maar goed, die kan je misschien weer aftrekken van de Belastingdienst. Ja, daarom. Dus vind ik ook wel een mooie vraag. Grootste frustratie in contact met een opdrachtgever, Duta? Ja, gewoon slechte communicatie. Slechte communicatie. Slechte communicatie en dat iedereen wat vindt. Zeker als je bij een bedrijf werkt waar meerdere mensen wat over te zeggen hebben. Dat je losse mailtjes krijgt. Je wil gewoon puntsgewijs, ook een briefing moet gewoon helder zijn puntsgewijs. En ook feedback wil je puntsgewijs krijgen. Dus het is ook wel een beetje aan ons, aan de makers, de ondernemers, om daarin te sturen. Want zij hebben de helft van de tijd ook geen idee. Dus een beetje sturen, waar wil je feedback op? Wat wil je te horen krijgen in je briefing? Want anders heb je echt jezelf ermee. Heb jij misschien iets, een voorbeeld of zo, wat we ooit kunnen delen, zit ik nu net te bedenken. Van een briefing? Ja. Nou, kan ik wel een keer maken. Ja, hè? Nou, ja. Binnenkort van Duta. Ja. Henrik? Nee, retweet. Echt precies af. Ja, de communicatie moet gewoon echt goed zijn, want anders ben je zoveel uur bezig aan minuutjes rekenen dat je appt met de opdrachtgever over wat er verbeterd moet worden. Als je gewoon van tevoren op afspraken nu 1 feedbackronde. En daarna en spreek je toch nooit meer. Ja, ja. En ook als je het eng vindt, inderdaad, soms gewoon bel even. Want anders blijf je maar appen. Gewoon even bellen, dan is het allemaal helder en dan kan je weer door. Roslien, wat is jouw grootste frustratie? Ja, wat we net ook, waar we het net ook over hadden, die feedbackrondes. Soms worden het er gewoon tig, dat je denkt van, nu is het klaar. Ja. Dus zowel voor de studenten als de opdrachtgevers vanavond in de zaal aanwezig, heel erg belangrijk. Dus de feedbackrondes, de briefing en de afspraken die je met elkaar maakt. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel de conclusie is van wat we hebben gezegd. En creatief boekhouden. Ja, het is toch wel een beetje de conclusie van vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het panelgesprek. Ik denk dat we er heel veel aan hebben gehad met z'n allen. Duta, Henrik en Rosalie, dank jullie wel. Dank je wel. Dank voor het bekijken van deze podcast. Laat in de reacties weten of jij een zakelijke rekening en of telefoon. We zetten vaak nieuwe video's online, dus vergeet niet te abonneren. En voor de nieuwste content en de laatste jobs, volg ons op Instagram @HVA Campus Creators.